De regering zal pas morgen met een formele verklaring komen in de kwestie Centrale Bank. Dit haalde minister Suwarto Mustaja, coördinator van de regering, vandaag in de Nationale Assemblée aan. Enkele leden van het parlement namen echter geen genoegen daarmee. Aziz Kumar Gayadin van de VHP zegt dat het niet alleen om het ontslag van de twee directieleden gaat, maar ook om de ontwikkelingen in de financiële sector. Ook zijn collega Krishna Mathura vindt het erg dat er na een week nog geen informatie vanuit de regering beschikbaar is. Maar waar het om gaat en de regering zegt onderzoek, met betrekking tot het onderzoek dat er nog een verklaring komt. Maar intussen zijn er zoveel dingen die ook afspelen op koersenfront. Daar zou de regering, en ik neem aan voorzitter, het gaat niet alleen om de functionarissen, maar we weten dat op dit ogenblik er wordt geïnterveneerd, dan niet geïnterveneerd, je hebt verschillende koersen. Het is toch wel de regering die verantwoording naar die samenleving moet leggen. En daar moeten we niet wachten van één dag of twee dagen. Dus ik wil wel vragen van de regering serieusheid. Wat we vandaag hebben gehoord, heeft ook geen duidelijkheid gecreëerd. Het enige wat er gezegd is, dat er nog een verklaring gaat komen. En ik vind dat heel ernstig, omdat de regering een informatieplicht heeft. Het broeit van allerlei informele informatie dat impact heeft op het heel financieel gebeuren. We zien de koersen stijgen. Dus ik vind van, voor zo'n belangrijk autoriteit, voor zo'n belangrijk orgaan als de Centrale Bank van Suriname. En wanneer de governor, zoveel dingen over de governor gezegd worden in de media, over antidateren van zaken, et cetera, dan vind ik dat de regering dit niet kan maken. Dat we na 7 dagen geen helderheid hebben. En ten tweede, want de regering heeft een informatieplicht naar die samenleving, een verantwoordingsplicht naar die samenleving. De regering heeft de plicht om transparantie tentoon te stellen. En een derde wat ik heb, we weten nog steeds niet door wie die functie van governor op dit moment wordt waargenomen. Amsat Abdo van NDP deed een beroep op de regering om de actuele situatie goed aan het volk uit te leggen. Daarnaast hield hij de overige DNA-leden voor dat de regering het onderzoek moet afwachten alvorens ze een verklaring kan uitbrengen. Van de Centrale Bank van Suriname niet in gedrang komt. Voorzitter, ik verzoek ook u, via u, ook de regering, om erop toe te zien dat vooral met betrekking tot geruchten die verspreid worden en die niet corresponderen met de waarheid, dat die geruchten morgen zeker ontzenuwd moeten worden, voorzitter. En voorzitter, via u verzoek ik de regering ook om de actuele situatie die nu is ontstaan, voorzitter, goed toe te lichten aan het volk en het volk goed te informeren hoe verder invulling zal worden gegeven aan de functies die hoogstwaarschijnlijk vakant zullen zijn, voorzitter. Hoe de regering verder zal gaan met het monetair beleid en hoe verder inhoud zal worden gegeven aan het monetair beleid. Maar wanneer een onderzoek niet af is, voorzitter, wanneer u nog niet weet wat het resultaat van het onderzoek is, dan kunt u niet eisen dat de regering nu hier antwoordt. Niemand gaat u hier nu een antwoord kunnen geven. Maakt niet uit als u de meest basale vraag stelt die te maken heeft met het onderzoek. Als het onderzoek gaande is, voorzitter, en het in het belang is van zowel het instituut, voorzitter, als het volk, dan gaat de regering u nu geen antwoord kunnen geven. Het onderzoek moet eerst gedaan worden. Het onderzoek moet correct gedaan worden. Het onderzoek moet afgerond worden, voorzitter. En dan kan de regering het resultaat aan u presenteren. NDP-parlementariër Amsat Abdo. Hij gaf vandaag in de Nationale Assemblée samen met zijn andere leden zijn mening over de kwestie Centrale Bank.